Daar was ook nog één vraag over, want je hebt het over referenda gehad deze week. Iemand stuurde een brief van, vind je eigenlijk niet, Maarten, dat we toen we van de gulden afgingen, dat we daar met z'n allen een referendum over hadden moeten organiseren? Nee, ik ben tegen referenda. De Nederlandse volksvertegenwoordiging heeft dat in de tijd goedgekeurd. En, nou ja, dat is natuurlijk, dat besluit is al, dat dateert van de jaren 90 al. We hebben het langdurig aan zien komen. Dat is toch mooi inspraak van de burgers? Er is wel politieke kwesties. Was het natuurlijk wel wie gaan er in de eurozone en wie niet. En ik meen dat juist Salm meerdere malen heeft gezegd, ja, Italië en Griekenland moeten we er niet in doen, want dat zijn totaal onbetrouwbare landen, budgettechnisch. En ja, dat kon natuurlijk niet, omdat Italië, ja, een van de 6 oprichters van de Unie was. En ja, je kon Italië moeilijk weren. Maar goed, we weten dat Italië altijd kwetsbaar is op dit punt. Vanwege die enorme staatsschuld die ze hebben. Waarbij de ECB ook wel rekening mee houdt. Hè? Dus dat zodanig als de ECB natuurlijk fors de rente gaat verhogen. Hé, hey, daar hebben we DHL. Met die neef van Max Verstappen achter het stuur. Jongen, lekker scheuren. Hè? Ze hebben altijd haast, die lui. Maar vind je referenda niet mooi, met inspraak van de burger? Nee, ik ben 100% tegen referenda. Ik ben graag bereid om daar een half uurtje aan te besteden volgende keer. Maar ik ben tegen referenda. Kan je ook haar fijn uitleggen waarom referenda in feite verrassend ondemocratisch zijn. Denk aan onze ongelukkige referenda in deze eeuw al. Hè. We hebben natuurlijk het EU-referendum gehad over de grondwet van de EU. Wel een volstrekte mislukking naar mijn idee. En toen natuurlijk nog 2 referenda. 1 over het handelsverdrag met de Oekraïne. En 1 over de sleepwet. Moet je weten dat ik een falikante tegenstander was van de sleepwet. Een van de meest ongelukkige en stomzinnige wetten die er in Nederland zijn aangenomen. Maar ja, ik was tegen referenda, dus ik kon toch niet gaan stemmen. Ik heb mezelf vastgebonden aan de poten van mijn bureau. En ik heb niet gestemd, maar goed. Ja. Ja, ik zou ook in elk politiek programma opnemen. Maar over de hele linie zijn referenda hele ongelukkige manieren om de zogenaamde volkswil, niet waar, om die te peilen. Opkomst is nou, maar ik zal er een extra half uurtje aan besteden waarom referenda, niet waar, niet juist zijn. En mijns inziens strijdig met de kernbeginselen van de parlementaire democratie.